ProwPicks voor UFC 220. Daniel Cormier, die vecht tegen de verrassing van dit jaar eigenlijk, van het afgelopen jaar, Vulcan Özdemir. Ja, ik ben een worstelaar en ik ben een goede vriend van Daniel Cormier. Ik zeg Cormier, die behoudt zijn titel, die gaat Özdemir verslaan in de derde ronde. Tweede of derde ronde, maar Cormier die gaat die titel behouden en die blijft de kampioen. Yes. So in the co-main event, I say DC wins this. By, I'd say he would go take him into deep waters, and then I would say like third round, he finishes by submission. Het zijn allebei twee vechters die wel van gevecht houden van kort bij in de clinch. Zijn daar ook allebei sterk, alleen Daniel Cormier is daar toch nog een stukje sterker in, vooral op het worstelgebied. Hij weet heel goed te gooien, hij gaat ook met Volkan gooien, daar ben ik zeker van overtuigd. Deze partij gaat over de volle rondes gevochten worden. Ja, verder, ik denk, het wordt zeker een spannende partij met veel striking ook. Maar ik denk niet dat er iets echt gaat uitblitsen buiten het gooien van Daniel Cormier dan. Maar het is zeker een partij waar ik wel naar uitkijk. Dus voor het co-main event kies ik toch Daniel Cormier. Özdemir tegen Cormier ga ik voor Cormier op submission. Cormier gaat domineren. Ik denk dat Cormier dominant wint op ground and pound, controle, takedowns. En dat hij op de derde ronde wint op submission. Denk ik. Cormier wint submission. Ik ga voor Cormier. Ik denk dat deze 5 rondjes gaat duren. Gewoon dat hij op punten wordt beslist. Ik denk dat Volkan best wel gemotiveerd is. Weet ik wel zeker. Om Daniel Cormier uit te stompen. Dus Daniel moet gaan grinden als een malle. En dan Daniel Cormier op punten. Even heel lastig, vind ik heel lastig. Ik ga voor DC. I'm gonna take Stipe. He's gonna survive an early storm and then he probably go for a second round knockout. Ik ga voor Francis. Afrikaanse Brabander of Brabantse Afrikanen, wat je wil. Die moeten elkaar steunen. Dus ik ga voor de roots. Francis wint op KO eerste ronde. Ngannou tegen Miocic of Miocic tegen Ngannou eigenlijk. Moeilijk te voorspellen. Het wordt zeker een knockout. Ik hou het voorlopig op Ngannou. Denk ik dat het voor Ngannou eerste ronde KO overwinning wordt. Stipe Miocic gaat in de eerste ronde wel afwachten. Maakt de afstand meer op de jab. Even afstand inschatten en dergelijke. Maar ik denk dat het net als bij Overeem, Ngannou één klap, één keer knockout. Winst Ngannou eerste ronde. Met Stipe Miocic tegen Francis Ngannou nog wat. Nou, ik ga voor hem. Ik had hem van de week al aangegeven bij de jongens van Vechtersbazen. Dus we gaan voor de Afrikaan met de nieuwe hype, zeg maar. Hij gaat naar Francis Ngannou. Waarom? Hij verrast ons gewoon iedere keer weer. Hij is zo'n baas. Hij is een man. Ik geloof dat hij de nieuwe kampioen gaat worden. Hij heeft zo'n harde stoten. Het komt af en toe een heel klein beetje uit een onverwachte hoek, maar dat is denk ik zijn specialiteit. Hij weet ze toch te plaatsen, ze zitten altijd erop. Stipe Miocic ook kan heel goed in de achteruit vechten, maar omdat Francis iets langer is, denk ik dat dat in zijn voordeel gaat werken, waardoor Stipe toch denk ik onder de pressure gaat bezweren.
Dus main event gaat voor mij naar Francis Ngannou. Bij de main event, en dat gaat een hele mooie worden, dat is de titelhouder Stipe Miocic. Die vecht tegen de sensatie eigenlijk, Francis Ngannou. De Afrikaan die uitkomt voor Frankrijk. Ik ga voor de upset. Ik ga zeggen dat Ngannou die gaat Stipe verslaan. Ik denk niet in de eerste ronde. Het gaat de tweede ronde worden. Ja, dit was hem. Thank you.